Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Renuka Rajaram en ik ben momenteel in Mumbai. Vandaag heb ik een speciale video voor jullie. Een Pas Hokjes shoplog in de IDC. De eerste winkel waar ik ben is Forever 21. En ik heb de eerste item al aan. Dat is dit blouseje. En dit is hem. Hij is van de Kendall & Kylie collection. Het is niet echt dat ik fan ben of dat ja, ik per se overal Kendall & Kylie geschreven heb. Want in alle kleine lijntjes staat Kendall & Kylie. Dat is niet eens zo erg, want het valt niet op. Kijk, hij ziet er groot uit. Is hij ook wel. Het is een L momenteel. Maar de mouwen zijn wel heel leuk. Het is een leuk blouseje als je hem misschien kon laten innemen. Maar aan de achterkant is hij open. Maar hij is in ieder geval helemaal open. Wacht, ik laat jullie wel deze zien. Kijk, de achterkant heeft een split. En dan zo'n ribbon met Kendall en Kylie erop. Die hangt hier zo onderaan. En het is een leuke blouse. But I cannot have that open back. Past niet bij mij. Oké, item nummer 2. Zoals jullie weten ben ik hier voor dansles. Ik volg bij wat bekende Bollywood dansschools hier lessen. Toen ik dit blouseje zag, dacht ik dat het wel een leuke is om te dragen tijdens het dansen. En je kan hem zelfs hier een knoop geven, wat ook super cute is. En van achter is hij wat langer. Oké, voor jullie begrip heb ik hem even vast geknoopt. En dat ziet er dan zo uit. En dan moet je denken met een strakke legging. Witte schoenen. En I think that I like it. Hij is ook in de aanbieding volgens mij. Want deze ook on sale. En ik vind het wel een leuke item om te hebben. En ook, ja kijk, je kan hem zo dragen. Maar als je een korte mouw shirt aan hebt, kun je het er ook overheen doen. En dan gewoon los aandoen. Het is niet heel speciaal, maar het is wel cute. Oké, dit is het volgende item. Ik wil gewoon een paar basics ook kopen. En als ik ze zie, dan why not? En verder zoek ik naar jurkjes. Die heb ik hier trouwens niet gevonden. Dus we gaan straks door naar de H&M. Maar dit is gewoon een plain zwarte tee. Super lekker voor het reizen. In het vliegtuig is het best wel koud. En ja, het is gewoon, I don't know. Ik vind hem leuk. Hij sluit heel leuk aan bij de nek. En bij de armen ook wel redelijk goed. Misschien ga ik kijken of er nog een kleinere maat beschikbaar is. Maar I like it. Het is gewoon een hele simpele zwarte trui. Ja, het is gewoon een hele simpele zwarte trui. By the way, je kan deze trui heel makkelijk in je broek stoppen of in een rokje. Omdat die gewoon best wel dun is. En dan ziet het er zo uit. Yes, I like it. Oké, dit is de next item. Ik heb trouwens een aantal blouses gepakt. In de volgende winkel ga ik op zoek naar wat jurkjes. Maar dit heb ik allemaal gepakt met de intentie voor de dansles. Omdat het gewoon heel dun is, zoals jullie kunnen zien. Dus dan is het heel luchtig als je gaat dansen. Maar in die andere was meer fitted, als het ware. En deze, ja, ik weet niet. Het is heel breed, ondanks dat het medium is. Hij valt wel leuk achter over je billen. Maar I don't think I like it. Oké, en zo ziet hij eruit als ik hem opgeknoopt heb. But het is wel ietsje cuter op deze manier. Alleen ja, I don't know wanneer draag je het dan. Kijken hoe vol is die. Nou, hij staat er niet op aan de onderkant. Het is wel een leuk vakantieshirtje die je zo kan binden. But I'm not very sure of this. Ik vind deze patroontjes trouwens wel schattiger dan die gestreepte. Alleen paste die gestreepte gewoon ietsje beter. Het volgende item is van de Kendall & Kylie collection. Dat zag ik later pas. Ik dacht dat het een plain white tee was. Ik wou een oversized witte tee hebben. Om in te reizen en zo. Om gewoon in te kunnen reizen. Maar ik keek net naar de prijs voordat ik hem aandeed. En het is 2000 rupees. En dat staat gelijk aan 26 euro. I don't know. Ik denk dat ik leukere items net gezien heb die beter zijn dan deze. Ik heb een paar broeken, dus ik ga kijken of überhaupt mijn butt erin past.
Maar dan hou ik deze even aan. Oké, dit is dus de broek. Hij zit hier. Nou, hier is hij eigenlijk oké. Zit dit stuk een beetje strak. Hij heeft zo'n losse friemeltjes. Daarom valt hij zo naar buiten. En gewoon een touw. Letterlijk een touwtje. Waarmee je het vastbindt. But yes, I don't know. Ik heb al zo'n broek in Nederland. Maar ik wou hem wel graag passen om te kijken hoe die zat. Ik vind hem niet heel leuk. Mensen die mij persoonlijk kennen weten dat ik eigenlijk bijna nooit jeansbroek draag. Zelden. Ik vind het gewoon niet lekker zitten. Het is niet comfortabel. Deze die ik aan heb zit ook hartstikke... Ja, geen meegevende jeans. Ik weet niet of ik jullie moet laten zien. I'm not sure about this. Hij zit wel mooi. Maar I don't know. Ik ga hem jullie nu laten zien. Dit is de jeans. Mijn billen lijken erg groot erin. Hij valt heel mooi hoog. Mijn buik lijkt er redelijk plat in. Oeps, dat was een kaartje. Maar I don't know, jongens, wat vinden jullie? Kijk, het is ook hoog water, het hoort zo. Maar je moet denk ik deze broek dan met witte schoenen. Ik heb witte Tommy's. En dan, ja. Jongens, ik weet het echt niet. Ik draag bijna nooit jeans. Deze, ik had niet verwacht dat hij überhaupt zou passen. Hij past. Hij zit ook best wel hoog nogmaals op de middel. Hij zit echt in mijn zij. Maar ik weet niet waarom. Ik vind het wel wat hebben. Misschien dat ik dus het broek nooit draag. But I somehow like it. 2100. €30. €30 voor deze broek. I'm not sure, guys. Oké, ik ben nog aan het uitvissen of ik deze broek wil of niet. Want de next item is deze vest. Zo'n grandma-achtige vest. Die heel leuk zo geweven is. Wel cute om gewoon over die aan te trekken. Maar ik heb ook wel zwarte vest in Nederland. Deze vest wordt hem sowieso niet. Ik vind het niet leuk hoe die zit. Het is te wijd of zo. En ja, ik heb liever dat de armen strak zijn. En dan dit stukje mag wat losser zijn. But this is not for me. Ja, dat was dus pas ook een vlog van de Forever 21. Oké, laten we doorgaan naar de volgende winkel. Oké, ik ben in de tweede winkel. Deze winkel heet ProMod. En ik heb een jurk aan. Jurkje is leuk. Alleen begrijp ik dit gedeelte niet helemaal. Want je hebt een soort van cut-out die dan zo omhoog loopt. Dat is wel heel mooi. Maar dan heb je hier zo'n rare strik. En het patroontje is echt een beetje grandma-ish. En hij is €40 als ik het goed heb. But I don't like it. Ik ben er niet weg van. Oké, ik ben nu in de H&M. Ik heb twee jurkjes om te passen. Dus laten we even kijken hoe ze staan. Oké, dit is de eerste jurk die ik aan heb. Hij is echt heel cute. Hij heeft streepjes. En zo'n ruffel. Maar die is really cute. Het is een medium. En hij valt dus nog heel groot. Het is een soort van beach dress. Dus hij hoort ook wat wijder te vallen. Maar dit is de eerste jurk. En I like it. Maar dit is de eerste jurk. En I like it. Ik vind hem echt leuk. Oké, de volgende item is dus geen jurk. Het is een jumpsuit. Zo ziet hij eruit. Ik vind hem wel cute. Ik moet hem wel met een legging dragen. Want zonder legging kan hij echt niet. Panty als het ware. Maar ik vind het wel schattig. En je kan dit zelfs zo dragen met een rok erboven. En dan heb je zo'n blouseje. Dat was het voor de H&M. Laten we naar de volgende winkel gaan. Ik ben in de Zara. Dit is het eerste item die ik aan heb. Te wijd, te losjes. Ik kan niet heel veel tijd besteden, want ze gaan zo dicht. Maar ja, ik weet niet. De arm vind ik wel leuk, want het is best wel goed daar. Maar de rest is te los. Misschien met een riem. Nope, dit wordt niet. Niks. Oké, dit is de volgende item. Het is een blouseje, truigig blouseje, hele dunne stof. Dit, lange mouw. Hij zit wel lekker. Laat maar weten in de comments wat jullie ervan vinden. Eigenlijk, to be honest, vind ik hem best wel leuk.
vooral de V-hals. En hij is niet te groot. Hij is baggy. Maar met witte schoenen. I don't know. I do like him. Oké. Dit is de eerste jurk die ik aan heb. Ik heb hem nog niet dicht kunnen doen, want ik zag dat de achterkant kapot is. Hij is kleurjurk. Ik vraag me af of we deze ook in Nederland hebben. Dan ga ik hem misschien daar op zoeken. But it's cute though. Blijf is het wel een andere, warmere kleur. Ik zie op camera lijkt het heel erg grauw. But it's too short. Kijk, net boven mijn bil. Oké, in vandaag shoplog heb ik wel echt iets met blusjes. Want ik heb weer een blusje aan. Maar deze jongens, oh mijn god, als je dit in Nederland kunnen vinden. Kijk er alsjeblieft naar, want het is tof. Kijk, het is super flowy, super zacht. En ja, hij ziet er gewoon heel classy uit. Ook als je dit in een rok zou stoppen. Super mooi, ook voor werk. Hij ziet er mooier uit in het echt. Want de camera, ik weet niet, de belichting zorgt altijd heel erg, ik weet niet, uitvalt of zo. Een beetje grauw wordt. Maar het is een super mooi blusje die super lekker zit. Ik heb niet zo'n blusje momenteel. Ik heb hem allemaal weggedaan. Gezondheid. Maar ik denk dat ik deze wel ga halen. Is cute. En als ik hem wil laten innemen, kan dat ook altijd nog. Dat is verder geen probleem. Maar dit is ook wel een mooi blusje die je van de zomer naar herfst kan dragen. Omdat hij gewoon zo lekker luchtig is. Ik heb nu de laatste item aan. Het is een broekpak met shortjes. En hij is super zacht. Ik moet nu wel echt gaan, jongens. Dus ja, bij deze rond ik de shoplog af. Ik neem deze, denk ik. Maar goed, ik hoop dat jullie deze shoplog leuk vonden. Geef een duimpje. En dan zie ik jullie in de volgende video. Tot dan. Stay happy.